deze speler kan zo goed voetballen, is zo slim, is zo vaardig. En ja, als je dan de interactie met het publiek ziet, dan is dat wel genieten als coach. Maurice, ik denk vorige week de punten, iets minder goed gevoel. Vandaag een gelukkig trainer. Zeker, nu combineer je de punten met ik denk zeker de tweede helft. Maar ik denk ook de eerste 20 minuten. Prima spel, alleen toen golfde het heel erg op en neer. Hè. Twee ploegen die volle bak voor de winst wilden gaan en waarin het na volgens mij 20 minuten ook 2-2 had kunnen staan. Maar we komen voor, drukken niet door, maar ik vond dat ook aan Volendam lag, die dat toch wel redelijk goed voor elkaar had. In de rust tactisch het middenveld iets anders neergezet en de tweede helft was... dat was genieten van de spelers die erin stonden, van de spelers die erin zijn gekomen. Dus dit is het Sparta wat ik voor ogen heb. Nou, nog heel even naar die eerste helft. Want die eerste helft, ik had een soort déjà vu gevoel. Eigenlijk vorige week Go Ahead. Ook na een kwartier, je komt op voorsprong. Daarna tot het half uur beter. Ja. Daarna zakt het wat in. Ja, ik vond dat we het vorige week relatief makkelijker hadden. Dat we veel makkelijker daaronder uit voetbalden. Dus ik vond dat Volendam dat beter voor elkaar had. Hè. Vorige week speelden we veel meer op de helft van hun. En dat vond ik nu, in mijn optiek hoor, vond ik dat iets minder. Maar ik denk dat we dat de tweede helft goed hebben omgezet. De spelers hebben een uitstekende invulling aan gegeven. En nogmaals, het was de tweede helft hun genot. Ja, dan is het ook heel vervelend dat als je als trainer wisselt, dat die wissels allemaal eigenlijk bijna perfect uitpakken. Ja, maar dat hebben we eigenlijk al vanaf de eerste wedstrijd, vind ik. Ik vind in de eerste wedstrijd, als je Heerenveen terugneemt, dan hebben we het een fase van 10 minuten, hebben we het zwaar. We wisselen 3 keer en we pakken volledig de wedstrijd in handen. En dat vind ik eigenlijk bij alle wedstrijden. Dus dat geeft aan de sterkte van de bank. Dat geeft ook aan hoe mentaal sterk de spelers zijn die je passeert. Hè? Want die komen erin en je legt het uit. En goed, daar heb je dan je redenen voor, zoals we ook op het middenveld bijvoorbeeld heel veel keuzes hebben met en Namli en Verschuren en Mijnans en Van Mullum die, als ik hem inbreng, het ook uitstekend doet. Ja, dan moet je veel uitleggen als coach, dat doen we ook. Maar als je dan ziet hoe die wissels uitpakken, dan daar ben ik daar wel heel blij mee. En dan wil ik toch nog eentje uitlichten, ik denk dat je al weet over wie het gaat. Ik denk Koki. Ja, in één keer goed. Koki Saito. Ja. Jij bracht hem in. Had je toen al een kleine glimlach op je gezicht van, ik ga nu iemand inbrengen die gaat de hart stelen? Nou ja, vooral omdat je weet hoe het publiek op hem reageert. En hij heeft een beetje ongelukkige voorbereiding gehad. Hij kwam later aan. Niet helemaal topfit. Is in een paar keer in een blessure gelopen. Dus op het moment dat we hem eindelijk topfit hadden, zat hij 1 keer bij de selectie. Maar raakte hij weer vrij snel geblesseerd op de training. Dus we hebben hem weer op moeten trainen. Hij zat er vandaag voor het eerst bij. En dan zie je ook op de afgelopen week op de trainingen. Deze speler kan zo goed voetballen. Is zo slim, is zo vaardig. En als je dan de interactie met het publiek ziet, dan is dat wel genieten als coach. Nou, ik zag een tiki-taka Sparta ook. 2 goals die voortkomen uit hakjes. Ja, schitterend. Als je, en volgens mij zeker die 2-0, die was echt, echt fantastisch uitgespeeld. En dan bedienen we ook Tobias zoals die bediend moet worden. En ik denk ook als je ziet hoe hij zich ontwikkelt. Hè. In het begin was er volgens mij nog, waren de mensen nog wel wat sceptisch. Maar als je ziet hoeveel duels hij wint, hoe sterk hij aan de bal is. Dan heb ik het nog los van zijn doelpunten. Want dat is natuurlijk voor een spits heerlijk. Maar hij laat de ploeg gewoon beter voetballen. En dat is een genot om te zien. Ja, ik kreeg het gevoel, het avondje Sparta is weer terug naar vandaag. Nou, oké, mooi. Dat compliment zal ik delen aan de spelers. Hij is misschien ook wel lekker in de aanloop naar de Rotterdamse derby. Zeker, maar dat is weer een andere wedstrijd. We moeten van vanavond genieten. Want ik denk dat het terecht is als je zo'n wedstrijd op de mat brengt. En ook een clean sheet weer voor de keeper. Laten we vooral ook niet het optreden van Olij vergeten weer vanavond. Assist ook. Ook een assist nog. Ook iets waar we ook op getraind hebben. Dat we weten van, hij heeft een snelle spelervatting. Dat spelers zoals Vito daar altijd op gokt. Ja, dan is dat is gewoon heerlijk als je de dingen terugziet die je traint.